De tenniswereld schudt op haar grondvesten. Niet vanwege de kwartfinales van Roland Garros, maar vanwege grootschalige matchfixing. Vandaag werden door heel Europa mensen opgepakt, waaronder ook twee Nederlanders. Een ramp werd gezegd voor de tennissport. Onfrisse praktijken blijkbaar. Waar gaat dat over? Ja, het gaat om wedstrijdvervalsing. Een Armeens-Belgische bende zou al jarenlang tennissers in de lagere klas hebben omgekocht om wedstrijden te fixen. Corruption has, quote, taken root in professional tennis, particularly at the lower levels of the game. Er zouden ook invallen zijn gedaan in Nederland. De tennissers moesten wedstrijden manipuleren zodat er op de uitslagen kon worden gegokt. Ja, aan tafel Willem Veenstra, die hier al langer onderzoek naar doet voor de Volkskrant. En bijzonder hoogleraar sport en recht, Marjan Olfers. Marjan Olfers, hartelijk welkom. Marjan, met jou te beginnen. Het is in het openbaar, matchfixing bij tennis. Was je verbaasd? Nee, niet verbaasd, maar ik dacht wel, we hebben weer de Belgen dus buitenlanders nodig om Nederlanders te pakken. Want wij kunnen dat zelf niet? Nou, tot op heden hebben we nog steeds geen zaak in Nederland gehad. Hè? Dus voor de strafrechter niet, maar ook niet voor de tuchtrechter. Hooguit heeft de KNVB eigen onderzoek gedaan en heeft, en natuurlijk ook journalisten. De KNLTB? Dat was bij het voetbal en nu bij de KNLTB. Ja, nu hebben we het in het tennis. Hè? Dat speelt al heel lang. Deze zaak is ook niet een nieuwe zaak. We weten dat er al vrij lang onderzoek loopt in België. Maar ja, bijzonder is wel natuurlijk dat er echt actie wordt ondernomen. Ja, dan zegt de KNLTB, de bond voor de tennissers, dit is een bedreiging voor de tennissport. Hoe zit dat? Nou, dat is absoluut een feit. Het is natuurlijk zo dat de geloofwaardigheid van je competitie staat of valt met de geloofwaardigheid van de wedstrijden. En als je die dus niet meer kan geloven, omdat bijvoorbeeld bewust wordt verloren, ja, dan verflauwt natuurlijk ook de aandacht. En dan wordt de tennissport eigenlijk een show. Want waar ben je dan nog naar aan het kijken? Je kijkt niet meer naar sport. Ja, Willem, even naar jou. Waar speelt zich dat af? Want Roland Garros is nu, dus ik zit met extra aandacht te kijken. Hoe worden de ballen gespeeld en gaat het ook om die wedstrijden? Ja, dat is eigenlijk precies wat Marjan heeft betoogd, dat het zo schadelijk is voor de reputatie van het tennis in zijn geheel. Dit onderzoek gaat, van de Belgische justitie gaat over challengers en futures. Het is eigenlijk, je zou het kunnen zien als de tweede divisie van het tennis. Dus onderbiedig de lagere regionen. Lagere regionen, maar wel spelers die professioneel of semi-professioneel zijn. Ja. En waarom zijn die regionen daar misschien wel extra vatbaar voor? Nou ja, kijk, je moet het zo zien. Over de hele wereld worden elke dag honderden tenniswedstrijden gespeeld in die toernooien. En het zijn wedstrijden die wij niet zien op tv. Er zijn ook geen camera's bij. Wat misschien wel handig is. Nou, wat heel handig is, er staan ook geen supporters langs de lijn. Dus je kunt eigenlijk van alles nog wat doen. En het gekke is, dat is best wel bizar om je te realiseren. Dus jij staat als een beginnend tennisspeler op zo'n baan ergens in Argentinië. Niemand staat erbij. Maar ondertussen kunnen wel mensen via een website in Nederland flink inzetten op jouw wedstrijd. Dus dat maakt het enorm kwetsbaar. Ja, maar waarom zijn die spelers daar vatbaar voor? Nou, omdat die spelers, de mensen die in dit circuit actief zijn, dat zijn mensen die vaak beginnend zijn. Dus die hebben nog geen geld of weinig geld. Die moeten hun tickets betalen, hun hotels, hun trainer. En krijgen niet genoeg prijsgeld om dat, neer te kunnen leggen. Dus ja, dat maakt ze ook vatbaar voor, nou ja, laten we zeggen, externe invloeden en ook dit soort. En welke bedragen moeten we dan aan denken? Nou ja, kijk, het is anders dan in het voetbal. In het voetbal heb je het echt over tienduizenden euro's per wedstrijd voor een speler. Hier gaat het om meer om duizenden euro's. Ja. Dat is voor een tennisser, hè, als je een beginnend tennisser bent en je hebt een droom. Voor de hotelkamer te betalen. En nou ja, het is een hele dure sport, hè? Tennis is een dure sport in vergelijking tot andere sporten. En eigenlijk de top 100 kan er goed bijvoorbeeld van leven. Maar daaronder wordt het al heel erg sappelen. En je moet je eigen trainer betalen. Het is heel anders dan veel En je doet het in sporten. Je eentje? Misschien maakt het dat ook aantrekkelijker? Nou, inderdaad, in die sportspecificiteit, hè, wat je terecht toevoegt, zit iets heel bijzonders. Want ja, je hebt maar één iemand nodig om een match te fixen. Hè. En hoe gaat dat? Want het zijn bendes. Goksyndicaten die melden zich bij die spelers. Nou, je kan je voorstellen. Maar die bellen op? Nee, dat hoeft niet. Maar goed, zoals ik het heb gezien is, maar goed, Willem weet daar natuurlijk ook alles van. Heel vaak is het iemand uit de entourage van de tennisser zelf. Want ja, als ik morgen in de kleedkamer kom van de mannen, dan zeggen ze, goh, wat komt u doen? Dus je moet wel iemand hebben die een beetje dicht bij die tennissers ook kan komen. En ook daarin voldoende mate van betrouwbaarheid en geloofwaardigheid heeft. Dus vaak zit er iemand in die entourage omheen. Dat is zo, Willem.
Want die heb jij ook wel gesproken? Nou ja, dat is zo. En we hebben ook wel. Kijk, vooropgesteld zijn er eigenlijk twee kanten hieraan. Hè. Aan de ene kant heb je de criminele organisatie. Misschien kunnen we daar zo nog even op terugkomen. Maar die tennissers, dat vind ik zelf wel belangrijk namelijk. Het zijn vaak jonge gasten of vrouwen die een droom hebben. Die willen namelijk proftennissen worden. Dus die vliegen de hele wereld over om dat te bereiken. En ja, dat is wat Marjan zegt. De top 100 kan er ongeveer van leven. Dus de top 100 spelers. Nou ja, er zijn er duizenden die om die andere toernooien spelen. Ja. Dat geeft ook een enorme pool van mensen die op zich. Die je kunt benaderen. En dat gebeurt inderdaad vaak via entourage, via familie, via spelers die al in dat netwerk zitten. En die komen dan met een voorstel en zeggen, nou ja, als jij deze wedstrijd of soms zelfs set of game verliest. Want je kan misschien overal op gokken, op een set. Ja, zeker. Ja, dan kan je nog steeds de wedstrijd winnen. Hè? Dus dat voelt ook voor een sporter misschien wat minder erg. Hè? Dus je kan ook gewoon dus gokken.